jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe live Call of the Ghost commentary. En vandaag is het wel Domination op Tremor. En ik ga zo meteen met de Vector spelen. En de reden dat ik met de Vector ga spelen, is de laatste tijd zie ik heel veel mensen met de Vector spelen. En ik ga nou iets nieuws uitproberen wat ik normaal gezien eigenlijk nooit doe. Ik heb het laatst ook een keer gedaan bij mijn Road to Life minigun. Dat is niet echt heel nieuw. Maar normaal gezien zou ik het eigenlijk nooit doen. En als ik normaal gezien een Vector aanmaak, dan heb ik er grip op zitten en een muzzle break. Dat is hoe ik het ideaal vind. Ik ben een persoon die het liefste met Iron Sight speelt. En ik zie heel veel mensen laatst tijd de Vector gebruiken en dan met een red dot. En ik dacht van, weet je wat, laat ik het ook eens proberen. Ik heb er dus nou al best wel een tijdje mee gespeeld. En ik weet nog steeds niet echt wat ik ervan moet vinden van de red dot. Want ik heb het idee dat je met een red dot vaker wel acties kan maken. Dat als er meerdere mensen zijn, dat je allemaal gewoon echt perfect allemaal af kan maken. Maar dat je daarbij ook wel zoiets als mensen verder weg zijn, dat je ze helemaal niet kan killen. Dat ze gewoon niet doodgaan. Dat het lijkt dat het wapen gewoon zwakker wordt op afstand. En dat zou in principe logisch zijn, want je hebt natuurlijk die muzzle break niet. En die muzzle break zorgt voor meer damage op afstand. Maar ik vind het een beetje raar om red dots op submachine guns te zetten. En ik zweer het je, ik zag die kerel echt niet. Ik zag hem echt niet. Hij had hem al dood voordat ik hem zag. Ik zag hem pas toen ik dood was. Ah, hij schoot de helft door de deur heen. Lekker logisch, dat is Call of Duty Logic. Teammate staat AFK bij ons. Ah, die komt nou pas. Mooi. Eigenlijk niet mooi, als had ik de keel gehad. Klootzak. Maar in ieder geval, verder rest wat ik het ook over wil hebben is dat er een klootzak in mijn spawn zit. En hij loopt niet door. Even wachten, eerst die keel killen. Dan gaan we wennen aan het verhaal. Dat is iets belangrijkers. Hij zit nog steeds boven. Alsjeblieft, zeg dat ik deze heb. Sneaky, sneaky, sneaky kill, la 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 la. Ha! Nee, hij mist! Dennis, wat doe je? Oh mijn god, ik heb hem gelukkig nog. Anders had ik echt mezelf gewoon gesneden of zo. Ik dacht, wat de fuck is dit voor camera? Maar in ieder geval, ook weer iemand. Ik hoor weer iemand hieronder sneaken. Ik kan niks, ik kan nooit niks vertellen. Waar ben je nou weer? Deze kant. Waar ben je nou? Sneaky motherfucker. Nou, wat ik wou hebben is over dit ding. Ik heb een blue dot. En het klinkt misschien heel stom. Maar normaal gezien, als je een wapen met een red dot neemt, dan is hij normaal gezien is red. Het is red dot. Alleen, het is een beetje Call of Duty logic. Je kunt de kleur veranderen en dan valt het nog steeds onder red dot. Dus al is hij nou blauw, dan is het nog steeds een red dot. Beetje gek. Maar ik vind een blue dot echt veel fijner dan een red dot. En ik weet niet, ik heb het idee dat deze klootzak hier de hele tijd zit te campen. Want die had me net hier ook al. Die zit niet te campen, maar die heeft het gewoon toeval. Iedere keer komt hij er aansluiten en precies als ik eraan kom. Maar ik heb het idee dat een blue dot veel duidelijker is. Dat je gewoon meer ziet met een blue dot dan met een red dot. En dat de red dot meer in blend met de omgeving, zeg maar, als je aan het aim bent. En ik vind dat dus veel fijner. Het is ook duidelijker. Het is echt een puntje. Terwijl die red dot gewoon meer een vlek is, in mijn ogen. Dus ik vind het fijn. En check mijn teammates hun best doen. 207 en 03. Alsof ze nog nooit Call of Duty hebben gespeeld. Daar liep er nog één. 3, 2, 1. Godverdomme. Het is er eentje links van mij. Die killen we zo meteen wel. Dan komen we wel voor terug. Hij loopt er gewoon achter me aan, hè. Als een kip zonder kop. Maar in ieder geval, dat wou ik dus voor jullie weten. Wat hebben jullie liever? Een red dot, een blue dot, misschien wel een of ander mislukt groen driehoekje of zo. Weet ik wel waar er allemaal tussen zit. Je hebt altijd heel veel aparte figuurtjes. Volgens mij heb je ook allemaal nog van die smileys ofzo. Of die zitten wel in. Oh, sorry. Die zitten wel in Ghost, volgens mij, die smileys en zo. Dat was echt, dat ging eigenlijk nergens over. Maar laat maar eens in de comments achter. Wat vinden jullie? Red dot of blue dot? Mijn keuze is denk ik al duidelijk. En hoor ik nou iemand of niet? Oh, wat? Ik knife door. Wauw, ik knife door hem in. Laat zien. Ik knife door hem in. Moet je kijken. Dit doet alles. Ik knife er gewoon door hem heen. Soms hè, dan zou ik echt willen dat een knife gewoon niet in de game zat. Dan hoef ik het ook niet te doen. En dan ben ik ook nooit geknifed. Maar helaas. Zo werkt het niet. We gaan eens even naar A toe. We zijn nog steeds niet voorbij A geweest. Fuck jou. Hij heeft me hier naar binnen zien lopen. Dus als hij hier spant, ben ik wel fucked. Dan moet ik snel weg. Ik neem aan dat bij A niemand is, dus hopelijk doet het team. Daar zit weer die kerel. Zal ik toch maar eens naar boven sneaken? Ah, hij is hem al. Mooi. Dan gaan wij richting B. En wie weet kunnen we hier wat mensen neerpoppen. Lol, spray and pray. Heb ik een red dot, gebruik hem nog niet. Wat is dat nou voor iets? En ik vind sowieso die iron sights, die wapen sowieso heel duidelijk. Weet je, als je echt heel slechte iron sights hebt waar je helemaal niks mee kan zien. Oké, dan snap ik het, weet je. Maar de iron sights zijn gewoon perfect. Niks mis mee. Niks aan doen, zou ik zeggen. Come on, come on, kom terug. Kom terug, jij. We weten allebei dat je het wil. Jij wil sowieso die kill. Come on. Oké, we gaan gewoon hier weg. Want daar springt hij het raam en dan komt hij in mijn rug. Dan heeft hij mij verrast.
Ik weet niet of die kerel daar dood is. Jongens! Sinds wanneer ga ik dood door een... Werd ik gehit? Ik weet niet hoor. Hij had me echt één kogel gehit waarschijnlijk. Ik had flagjacked zoals je zag. Normaal gezien overleef ik dus al die dingen. Alleen nou waarschijnlijk omdat hij één kogel raakt schoot. Had hij mij? Toch gay jongen die ID's. Echt, ik zal nooit meer zonder flagjack spelen. Dit is een van de weinige keren dat ik echt dood ging met flagjack. Omdat ik dan toevallig van tevoren net een paar kogels gehit werd. Maar als je nagaat, als ik nooit flagjack had, ging ik sowieso 5 keer per match dood. Zo extra. Door al die kut ID's. Er zijn zoveel dingen die ik gewoon standaard allemaal moet hebben op mijn classes. Eén is gewoon Dead Silence. Dat is echt... Als je mij één tip vraagt om een Call of Duty Ghost te doen, is gewoon neem Dead Silence. Als jij Dead Silence neemt, dan al die enemies waar je tegen speelt, jongen, die weten niet waar je bent. En als jij wel als jij geen Dead Silence hebt, sorry, dan weten ze altijd waar je bent. Zij zullen altijd voordeel hebben tegenover jou. Niet echt slim, maar ik denk ik ga er gewoon voor. Oeh, die had ik niet aan zou komen. Ik had niet verwacht dat ik die zou hebben. Team is 5 om 15. Holy shit, die kerel is slecht. Dat is zo jammer dat dan zo iemand in mijn team zit. En vanmiddag had ik ook wel iemand. Die stond echt iets van... Van 4 om 29 of zo. Dan denk ik echt, waarom speel je dit spel? Stop er alsjeblieft mee. Probeer überhaupt eerst even de campaign uit te spelen. Dat je weet hoe het wapen werkt. Let's go. Hoppakee. Ja, dat is dan wel weer mooi. Dan schiet je wel nice met zo'n red. Het lijkt dat je beter schiet, vind ik. Als met de Arnold side. Misschien schiet je ook wel beter, maar... Ik kan niet zeggen dat ik meer hits krijg. Eerder meer misses. Omzat er eentje, hopelijk kan ik die kerel nou zien. Hopelijk komt nou die ene kerel hier weer vandaan. Iedere keer als ik hier loop, slide de kerel hier. Nou, die kerel is weg. Ik had wel verwacht dat hier ergens iemand zou sneaken hier rond hun spawn. Ik ben niet scheerd door dat ding. Ja, die is dood. Die lag op de grond. Waar zijn die mensen dan? Deze map is toch vrij klein, of niet? Hier, yeah, fuck jou. Ha, knife. Je boven nog iemand knijven? Nee, dat kan niet, want die ligt een ID. Ik kan niet verwachten dat ik hem zou hebben. Serieus niet. Daar lag een ID, denk ik. Ik laat hem over die ID lopen. Maar hij was al dood voordat hij bij die ID in de buurt kwam. Als ik dood ging door die team met zijn ID, dat kon als die enemy op die ID schoot. Maar net zag je weer even dat ik echt begon te sprayen. Ik weet niet hoor, maar soms... Ik heb gewoon het idee dat het anders voelt met een red dot ofzo. Dat je wapen anders in de hand ligt. Let's go. Wat voor streak zit ik? Oh wacht, nog één. Free kills. Free kills, altijd leuk. En we staan achter. Dat is op zich best wel gunstig. Ik wil niet verliezen natuurlijk. Ik wil best wel nog een vlag cappen. Maar dan duurt de match wel langer. Ik heb het idee dat ik nou op... ik zit op specialist. Dat ik op zich wel een beetje terug ga komen. In het begin ging best wel slecht. Dus hopelijk dat dat ook het geval is. Mooi, die heb ik. Waar vandaan? Oh shit, hier is een enemy. Klinkt hij omhoog? Yep. Ik hoorde dat hij is, anders blijf ik daar natuurlijk niet zitten, man. Die hond was hopelijk niet van de enemy, maar hij is toch dood, dus dat is gunstig. Altijd, als ik die hond zie lopen, dan hoop ik niet dat hij van de enemy is, want dan ga ik altijd door die kutbeesten. Die beesten die komen alleen maar achter mij aan. Dat lijkt echt alsof ik een bot bij heb. Van, ah, kom hier, hond. Hondenkoekjes. En het is veel te rustig, maar dat kan nooit goed zijn. De onderliep er een. Dat was er eentje. Hij had overleefd. De vraag is alleen, hij zit er aan het hoekje. Kom alsjeblieft omhoog klimmen. Kom eens. Ah, wacht. Weet je? Dit is misschien heel dom wat ik nou doe. Ik ga hem challengen. Team, ik ga dood. Nee, hier loopt een enemy. Mooi, maar mooi. Kom aan, kom aan. Loop voorbij. Nee? Welkom. Oké. Die enemies, jongens. Waar zijn ze iedere keer? Ze verstoppen zich. Goed zo. Team, ik heb de vlag gekregen. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Want ik kan dat nou helaas niet doen. Dat is te riskant. Hier moet je ook nooit lopen. Gewoon het feit dat ze altijd hier boven aan die trap staan en schieten naar beneden. Meld lul. Oké, mooi. Wat voor schrikje zitten we? Laten we even die camp binnen slepen. Dat moet toch lukken vandaag. Ik heb vandaag al eentje gehaald. Dus niet dat het mijn eerste is zo, maar... Woe. Come on. Daar eentje. Er liep er eentje door. Hier, er liep er eentje om. Hij is achter dat ding. Oh shit. Ik heb een idee. Ik hoop dat het werkt. Ik hoop echt dat het werkt. Juist, ik heb ze alle twee. Dat was het idee. Dat op de muur stond. Ik was alleen bang dat die kerel bij A mij zou hebben gezien. Maar dat was niet, dus dat is mooi. Shit. Shit. Die kerel. Ik wil echt niet op een streak zitten. Dan wordt het eng altijd. En dan ga je altijd fouten maken.
Let's go. Ik zit ook te lang op deze spot. Hopelijk dat teammates even wat in krijgen. Oracle of zo. Dat zou me best wel helpen. Ik ga niet challengen. Ik heb een submachine gun, hè. Ik heb ook een honey badge zo te zien. Kom ik nou pas uit? Ik haal hem nou pas uit mijn broekzak. Volgens mij stak er eentje over. Ik ga toch even hierheen. Niet heel op dezelfde plek blijven staan. Dat is nooit echt goed. Nee! Fuck! Hoe dichtbij zat ik? Hij zat de hele tijd al te aimen. Wauw. Dat is zo jammer altijd, hè. Altijd die dingen verpesten. Kut mensen. Oké, nou gaan we even voor de win. Gelukkig hebben mijn teammates hebben ervoor gezorgd dat we double cap hebben. Nou ga ik ervoor zorgen dat we die ook houden. Let's go. Ik ga A cappen. Nee, ik vind het jammer, jongens. Ik weet nu dichtbij het zat. Altijd kut met die live dingen. Die wil je echt halen. Geloof me, als je live video's maakt, dan wil je echt graag die live cams trouwens en MOABs en Nucleus, die wil je echt graag halen. Dat is gewoon extra vet. Dat stond er gewoon in het hoekje. Ik had dat echt niet verwacht. Ik denk, die zal wel naar aan te komen. Ik was aan te cappen. Ja, nou gaan zij natuurlijk terugnemen. Maar dat laat ik natuurlijk niet gebeuren. Moet ik wel snel zijn. Zal die macht nakomen lopen? Kom maar, kom maar, kom dan. Ik weet niet. Hij hapt niet. Hij hapt niet, ja. Dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat hij zou happen. En wat ik daarmee bedoel is dus iemand achterna lopen. Dat doe ik zelf ook heel vaak. Dat is echt een fout die je niet moet maken. Als jij weet dat iemand jou heeft gezien, je hebt elkaar dus helemaal gezien. Dan moet je er niet op afgaan eigenlijk, want dan gaat het altijd fout. Oh shit. Nee, ik zag hem niet liggen omdat hij campsuit had. En hij lag erachter die vlag. Die vlag die moet ze echt weghalen. Je moet gewoon alleen de stok neerzetten. Oh shit, spant ook ineens iemand in de verte. Toch wel handig die Oracle soms, anders had ik die ene keer wel echt niet gezien. Die tweede misschien wel, die naartoe liep, maar die eerste sowieso niet. Eentje boven. Ja, dat is er eentje boven. Nee, ze is die super druk. Nee, shit, die enemies hebben die vlaggen. Nee, ik wil wel winnen. Wacht, kunnen we nog even vlagcap, zal ik dat doen? Er zat er daar eentje, ja, ik wil eigenlijk die vlag. Zullen we die vlag gaan cappen? Teammate, no, oh shit, nee, laden, no. Kom, we gaan even naar die vlag toe. Haal ik dat? Nee, ik denk niet dat ik het haal. Qua tijd. Ik hoop dat ik het haal. 51-8, leuk scoren. Alsjeblieft, ik wil winnen! Help! Nee, zou niet. Nee, kun je niet meer halen. Ah, shit, zijn we 191 punten. Nee, double kill! Nee, ik heb die double kill niet! Hey, check de logo. Ik heb de logo nooit zien, Ghost logo. 51-8 met, hij is ook weer de Vector. Met de Red Dot en, Grip. Ik weet niet hoe dichtbij ik zat bij die Camstrike. Ik weet niet of dat ineens een goedlopende zin was. Maar niet uit, in ieder geval. Volgens mij had ik best een leuk streak. Ik hoop echt dat ik heel dichtbij zat. Gewoon om het feit dat ik het anders iets had. Als ik bijvoorbeeld bij 17 was of zo. En helemaal blij was. Oh, ik heb een hoge streak. En uiteindelijk was het 17. Dat is natuurlijk gewoon schandalig. Maar ik denk dat ik best wel dichtbij zat. Dus dat zou wel leuk zijn. In ieder geval, ik hoop ook dat jullie de video leuk vonden. Laat me de like achter. Abonneer voor meer. En verder rest, laat alsjeblieft in de comments achter wat jullie vinden. Red dot of een blue dot. Ik ben benieuwd. Ik vind blue dot. Ik vind hem duidelijker. Dat heb ik jullie al verteld. In ieder geval, tot de volgende keer. En houdoe.